Goedendag. Ja, het was vanmiddag vrijwel bewolkt in heel het land. In de ochtend was er nog wel wat ruimte voor de zon. Maar vanmiddag dus vaak die grijze lucht. En een van onze vaste foto-instuurders, Paul Hermans, die zit in Frankrijk momenteel en maakte deze foto vandaag in Parijs. En daar zien we toch echt wel heel duidelijk de blauwe lucht. En op de satellietfoto kunnen we ook mooi zien dat in de omgeving van Parijs duidelijk meer opklaringen waren. Wij in Nederland kregen steeds meer te maken met die bewolking. En komende avond en nacht, maar ook morgen overdag, is er veel bewolking aanwezig. De computeranimatie laat dat mooi zien. Dat bewolkingspakket wat vanuit het westen komt opzetten en zelfs wat dikker gaat worden. En betekent dat we ook met neerslag te maken gaan krijgen. In de loop van de nacht vanuit het westen al wat regen. En morgen overdag toch wel periode met regen. In de middag wordt het dan allemaal wat droger en rustiger. En kan zelfs de zon hier en daar in het westen gaan doorbreken. Ondertussen is de animatie aangekomen op zaterdag en dan zien we een hoge drukgebied liggen boven Frankrijk en de Benelux. En dat hoge drukgebied gaat ervoor zorgen dat we op zaterdag gewoon een mooie nazomerdag gaan krijgen met flinke zonnige perioden, droog weer ook en aangename temperaturen. Zondag zal dat niet heel veel anders zijn, hoewel er wel wat meer bewolking komt en mogelijk dat dan in het noorden ook nog een buitje gaat vallen. Nou, vanavond is er ook veel bewolking aanwezig. Door die bewolking koelt het nauwelijks af. 16, 17 graden is het vanavond en dat alles bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En vannacht daalt die temperatuur dan wat verder. En vanuit het westen, langzaam maar zeker, komt dan ook de eerste regen binnenschuiven. Temperatuur die daalt naar 13 tot 15 graden. In het zuidoosten misschien nog een paar opklaringen, maar ook daar zal het geleidelijk aan dichttrekken als gevolg van die bewolking die eraan komt. En dan morgenochtend, ja, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Ik denk dat de meeste neerslag in de noordelijke helft van het land valt. In het zuiden ook wel wat regen, maar duidelijk wat minder. En in de middag vanuit het westen kan dan de zon af en toe gaan doorbreken. Temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 19 tot 22 graden. Dat is pas later in de middag. En wat de wind betreft, die is best wel stevig. Zeker in de kustgebieden is die wind af en toe vrij krachtig. En dan gaan we verder kijken. Zaterdag, dat was de dag met dat hoge drukgebied in onze omgeving. Dat levert mooi weer op, flinke zonnige periode en temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Dus eigenlijk wat lager dan vrijdag, maar toch, het weerbeeld is een stuk aangenamer. Zondag, ook een vrijwel droge dag in het grootste deel van het land. Alleen in het noorden hou ik wel rekening met meer bewolking en van tijd tot tijd regen. En de dagen erna, nou, er gaat niet zo heel veel veranderen. Het blijft relatief rustig weer met temperaturen vaak rond de 20 graden. Maandag nog wel vrij veel bewolking aanwezig en woensdag neemt de kans op een paar buien nog wat verder toe. Nog fijne dag.